Yes jongens, welkom. Nieuwe oven van DFS Team. Je ziet het achter me. Spulletjes staan op elkaar. Zo compact mogelijk. Minder dan dit krijg ik niet voor elkaar om mee te nemen. Het is wachten op een seintje van Bram. Ik ga met Bram de boodschappenman een nachtje vissen. We gaan met zijn auto van zijn moeder. Hij heeft nog geen rijwijs, dus zodra hij het seintje geeft ga ik met de fiets naar zijn huis toe. Dan gooien we dit erin en dan gaan we snel naar het water toe. Het is al 8 uur, dus we moeten opschieten. Let's go. Jongens, je ziet het goed. Ik zit in de auto samen met Brammetje. Ik ben even naar Brams huis gefietst en we hebben de auto volgooid. Deze trein heb gewoon een dag gewerkt. En ja, we zijn onderweg, hè Bram? Ja, we gaan even een dikke vis vangen. Even strijden. Even een stekje ver weg. Dus vandaar dat we met de auto zijn. En ja, wat dus het mooie is, het is dus 8:30. En we gaan gewoon strijden. We hopen dat de pek vrij is. En anders hebben we een backup nodig. Maar die hebben we wel. Dus het komt sowieso goed. Dus ga er lekker voor zitten en geniet van de video. Nou, dames en heren, we kwamen net op de stek aan, maar helaas stonden er al tenten. Dus ja, Wietse had nog een plan B. Ja. En ja, het gaat goed komen. We hopen dat daar niemand zit, maar ja, het is druk met vissen. Dus... Het is inmiddels al 9 uur, dus dat is wel buiten. Ja, we gaan snel als eerste hengeltjes doen en dan het komt al goed. Ja, jongens, het is echt niet normaal. We hebben zoveel pech. Eerste stek bezet, twee vissers. En die tweede stek is dus afgesloten vanwege corona. Het is een recreatiegebied. En er komen er schijnbaar best veel mensen, dus helemaal verrot. Maar ja, we moeten dus nu door naar stek 3, eigenlijk de laatste hier in de buurt. En anders moeten we gewoon weer terug naar onze hometown, waar we altijd vissen. En dan hebben we al die moeite voor niks gedaan, auto volgeladen en zo. Dus hoop ik dat die perk niet bezet is en dan, ik denk dat het wel goed komt. Ja, dan gaan we sowieso even... Zo, Bram, eindelijk gelukt. Ja, we zijn eindelijk. Nou, de eerste stek was bezet, de tweede stek was bezet. We zijn op de derde optie gekomen. We hebben er nog gezeten, maar... En de stek is vrij, gelukkig. Zo jongens, het wordt echt strijden voor Fabian. We zitten eindelijk op de stek. Ja. Burgers en gelopen met die spullen. Maar we zijn er eindelijk. Ja. Maar als we komen, we gaan sowieso eentje vangen. Hoe ga jij het aanpakken, Bram? Ja, ik ga er eentje op het hoekje leggen daar, bij de takken. Hoekie. En de andere twijfel ik op het kantje. Ja, of richting die grote boom. Ja. Maar moet even kijken wat ik ga doen. Ja, komt sowieso goed. Het is inmiddels 9:15. Zo jongens, check dit. Heel mijn hengelhoog is verbogen. Dat is bizar. Kijk dan. Ah, heel goed. Ik heb toch nieuwe hengeltjes besteld. Eindelijk. Ik heb deze jongens al 7 à 8 jaar. Dus het wordt ook wel eens tijd. Maar ja, het ziet er wel uit. Kijk of ik hem nog kan terugbuigen. Zo, kijk eens aan joh. Voer bestaat op 8,1 volt. Hij zit dus helemaal vol. De lampjes staan erop. Dus het wordt nog werk, maar dat maakt niet uit. We kunnen gewoon uitvaren, Brammetje. Zo jongens, ik heb hier een emmertje. Met voer. Wat zit hier nou in? Nou, ik heb hier de Golden Mix. Ik heb hier Jumbo Tijgers, de XXL Tijgers van Tijger het Kopen. En normaal gekookte tijgers van Tijger het Kopen.nl ingedaan. Je ziet grote en kleintjes. En ik heb alvast thuis mijn onderhengsklaar gemaakt. En wat doe ik dan? Ik heb ze gewoon hier rekken en een dagje laten intrekken. Zodat die sappen allemaal in het nepmeisje trekken en in de tijgernoot. Zodat er goede vevers zitten. Nou, het is nu alleen een kwestie van de anti-tangle schief over mijn rookje doen. Over mijn quick change swivel. En hem eroverheen aantrekken en klaar. Zo, dat is de montage meteen. Centimeter of 17. Klein stukje putty en een scherpe Feng X-haki. Maatje 5, dit is het. Gaat helemaal goed komen. Let's go. Jongens, één schepje van mix en dan wil ik een beetje tijgers erin gaan crushen. Het is goed dat Bram, de boodschappenman, de crusher mee. Ja. Als ik die misschien even mag lenen. Hou altijd je onderhandje buiten je boot. En zodra je voerpakketten inricht, dan leg je hem terug erop. Zodat die boven op je voerstek landt, is het idee. Oké jongens, even mijn lijn laten afzinken. En verder ga ik hem gewoon redelijk strak vissen. Ik heb een bekkertje halverwege het water naar beneden laten gaan. Zodat je toch een beetje op de bodem ligt. Maar ik vis redelijk dicht bij de takken. Dus het is natuurlijk niet de bedoeling dat je die vis erin laat komen. Dus de schip gaat ook redelijk dicht. En dan, ik denk dat het goed gaat komen. Of brasem, heel snel, of karper. Zo Bram, wat zei je nou? Ik voerde opeens niks. Ik dacht, hè, hoe ken dat nou? Zou je een toploodje erop doen, toch? Ja, ik wou een toploodje erop doen. En, ja. Niks doorgehad. Ik zei al van. Dus dat Wietse de onderlijn al in de boot had gedaan. Hij dacht dus dat ik het gedaan had. Ja, en ik zei al bij terugvaart. Ik zeg, waarom vaart hij met zo'n afwijking? Ik vond het al raar. Maar dat is de weerstand. Zat dus al, het richtje zat nog aan de buitenkant van de boot. Dat kan echt niet. Dus het voer is gedropt, maar het richtje nog niet. Dus zo rijden ze direct in een hele bocht. Dus ik ga hem even eruit en dan gaan we opnieuw. Zo jongens, mijn hengel is weg. En
Nu gaan we de laatste vooral uitvaren. Na een tekken prootje. Natuurlijk bij ons. Waar ga je mee vissen? Op een tijgenootje, een klein stukje afgesneden en een fake tijgenootje. Ah, nice. Een shockersysteem. Steady, steady. En dit gaat het doen. Denk je? Ja, zeker weten. Is goed. Echt niet normaal dit, joh. Kijk, hij is meteen uitgevallen. Hoe laat is het? 22:51. Bram, de boodschappen, man. We zitten eindelijk, hè? Eindelijk. Het is niet normaal. Het is nu... Ja, dat heb ik al net gekeken. 22:51. Ja. We hebben één pelsje opengetrokken. Hebben we wel verdiend? Ja, zeker weten. Want ik ben back-off. We hebben gewoon anderhalf uur in het donker gewerkt, zowat. En nee, geen anderhalf uur. Nee. Maar wel, we hebben wel gestreden. Weer goed. We hebben activiteit gezien. Ja. Dus ja, we gaan sowieso wat vangen. Gaat sowieso goed komen. Ja, toch. Altijd mooi als je met Bram gaat vissen. Ja, ik zorg ook voor het eten. Hij is natuurlijk een kok in als werk zijnde. En wat heb je vandaag voor ons gemaakt? We hebben vandaag lekkere knakworstjes van Unox. Oh, natuurlijk lekker, wel kip, want we moeten wel denken aan de games. Games. Dus ik ga die wietjes even goed verzorgen. Dat klinkt heel gay. Oh, lekker Bram! Zo, dat is snel! Holy shit! Nice, schap! Hoe hard ging die? Ik ging hard vandoor, hè? Lekker, man! Goed bezig. Hè? Je hebt het hoekje. Op het hoekje, hè? Zo. Ja, dat is wel karper. Sowieso wel. Nice, gek. Lekker. We wilden net gaan slapen. Ja, echt. 10:12. Hij gaat al. We zijn allebei een beetje moe. Word je gek als die 30 is? Hij ging wel hard. Word je gek? Gaat verder. Gaat goed, joh. Hey. Even lekker. Hey. Dit is even lekker. Jongens, dit is al een uniek moment. Doe even een browduimpje omhoog voor Bram. Want hij vangt bijna nooit een vis tijdens de video's dat hij bij DW erbij zit. Als ik... Het is 6-7 graden. Ik vries mijn bal uit mijn broek. Niet best. Yes. Ah, lekker man. Nice. Lekker. Zo, wel goed job. Heerlijk. Lekker visje, hoor. Dat zegt genoeg, hè? Op wie zijn onderlijn zei je nou net, Bram? Ah, op die van Wietse. En dan gaan we meteen af voor 12. Prachtig. Nootje van... Hoe heet nou? Ah, bro, doe het. Hoe heet dat nou? Tijgenoot.nl. Nee, hoor, weer fout. Doe eens een tijgenoot van tijgenoot.nl. Weer fout. Dus binnen op een tijgenootje en een fake tijgenootje. Ah, mooi schuppie. Lekker, hoor. Echt hard, verhard vandoor. Ja, en binnen anderhalf uur, hè? Ja, anderhalf uur. Dit was de laatste zijn die inlag. Nieuw water voor jou? Onbekend? Daar zijn we heel blij mee. We weten eigenlijk zowat niks ervan, dus ja, perfect. Op naar de volgende. Yo. Ja, hij mag weer terug. En hij mag even zijn oom gaan halen. Zijn oom? Zijn oma? Vrouwen zijn dikker, ja, hè, Bram? Dat mag ook, maar de eerste is binnen. Top. Zo, jongens. Goedemorgen. Het is 7 uur. En tot mijn grote spijt moet ik jullie vertellen dat we niks meer hebben bijgevangen. Ik snap er wel geen reet van. Dus ik was al eerder mijn bed uitgekomen. Dus Bram 1 verspild vannacht. Bij mij 1 shot terug met een oranje pop-uppie. Pop-uppie weg. Dus zit hier dus ook genoeg kreeft. En van mijn andere hengel was mijn boeienstopper afgehaald door kreeften. Tijgenoot hing er nog wel aan. Maar goed, hij is dan niet meer perfect. Rubbertje was verschoven en zo. Dus dat is wel verrot eigenlijk. Dus ik heb hier achter mij heb ik een vuilke liggen. Een beetje korst gevoerd. Mooi parkwatertje, dus ik denk dat ze aan de oppervlakte kunnen komen. En verder even alleen opnieuw uitgevaren. En dan hopen we nog een paar uurtjes dat hij nog afgaat. Anders is het best wel een domper. Na anderhalf uur de eerste vis. Helemaal vol goede moed. Vol goede hoop. En is de rest van de nacht stilgebleven. I